Jonge ontwerpers, nieuwe labels, Fairtrade producten. Alles wat je kan vinden bij de Happy Collective Concept Store. Nou, Happy Collective is eigenlijk een collectief, een samenwerking tussen diversities. Dat zijn ik en de collega zelf en Zonnetje in huis. Diversities, wij zijn grafisch vormgevers in eerste instantie. We ontwerpen t-shirts en andere dingen. En Zonnetje in huis doet kinderkleding. En eigenlijk hebben we dat gecombineerd samen in één winkel. En dat heet dan Happy Collective. Nou, wat we eigenlijk doen is zeg maar naast de producten die we zelf ontwerpen. Producten inkopen van jonge ontwerpers en kleine labels en aparte dingen zeg maar. Zodat we toch aparte producten hebben die je niet overal kan krijgen. Dus we hebben zeg maar bijvoorbeeld een aantal merken die we hebben zijn Swedeby. Dat is zeg maar kawaii, handgemaakte kawaii producten. We hebben Delicious Treats. Dat zijn bijvoorbeeld deze kettingen die zijn handgemaakt. We hebben Afro Candy. Dat zijn snoepjes in de vorm van een afro. Dat soort dingen eigenlijk. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe, aparte dingen met een beetje grafisch tintje. Het moet mensen laten lachen. De producten die we hebben zijn kleurrijk en origineel. En ze moeten mensen een lach op het gezicht kunnen toveren, zeg maar. Dus dit merk bijvoorbeeld is van Froogie. En dat is een merk wat allemaal organic. Je ziet, het voelt ook heel zacht. Weet je, het zijn allemaal gewoon eerlijke producten. En dan heb je deze is van Olive & Moss. En die zijn gewoon van die aparte slabbertjes in de vorm van beestjes, jumpsuits en zo. Dit is van Bisous La, zeg maar. En dat zijn producten uit Nepal. En die worden daardoor de lokale bevolking worden zeg maar met de hand gemaakt, de hand geverfd. Allemaal met eerlijke producten, zodat de mensen daar een goed loon krijgen. Daarom zijn deze producten misschien dan wel wat prijziger, maar ze zijn wel eerlijk. Oké, nou dit is eigenlijk een t-shirt uit onze eerste collectie. Wij werken altijd in thema's en dit had het thema fuzzy, zeg maar. We hadden allemaal vrolijke fuzzy beestjes en dit is eigenlijk Mr. Fuzzy. En zijn het dan elke keer beestjes of is het echt per thema verschillend wat jullie dan op het t-shirt doen? Het is per thema verschillend. Nou, de Minimaal staat eigenlijk bekend als een nieuwe creatieve hotspot in Rotterdam. En het is eigenlijk zo dat er allemaal jonge ondernemers met een eigen visie en aparte producten erin zitten. Dus zo heb je bijvoorbeeld Anno, die heeft bijvoorbeeld eco-kleding, allemaal biologische eco-fashion. Je hebt Lokaal Expresso, dat is gewoon aparte koffie, lekkere dingetjes. Je hebt Doortje Vintage, die hebben een vintage winkeltje. Je hebt, hiernaast heb je Salt Seasons, die heeft weer van een hoger segment, maar ook allemaal aparte producten. De Comic Store, Comic Quest en zo heb je nog veel meer dingen. Ja, nou de Keep Cups is eigenlijk een nieuw product wat we hebben. Ze zijn uit Australië en het is eigenlijk in plaats van de takeaway koffiebeker. Net als je bij Starbucks, als je elke keer gaat, dan krijg je zo'n kartonnen beker. Maar bij dit hoeft dat niet meer, dat bespaart heel veel afval. Dus wat het is met deze beker, er zitten geen gifstoffen in. Ze zijn 100% biologisch afbreekbaar. En je kan gewoon hier zeg maar, je voorkeur op aangeven. En dan kan je naar de koffiezaak gaan en zeggen van oké, ik wil het koffie hierin. Zeg maar. Met dit soort dingen maak je wel een klein verschil. Zeg maar. Maar het is toch ook leuk om te hebben. Dus. In samenwerking met Happy Collective hebben we een prijsvraag voor jullie. Nou, speciaal voor jullie hebben we in de kleur van de Rotterdam Urban City Guide een limited edition Keep Cup. Hoeveel van dit soort bogen zit er in het hele Hofboogtraject? En laat het ons weten via onze Facebookpagina.